Dag kijkers, we staan hier in het Salesianenhof. Bij me staat Kees Snijders. Kees Snijders heeft het initiatief genomen om deze Salesianenhof, om daar een kleine keukenhof van te maken. Kees, hoe ben je nou zo op het idee gekomen? Nou, we zijn in feite gestart in 2016. Toen was het hier één groente- en modderboel en waren we het niet zo eens hoe de tuin was. En op een gegeven moment is dat ter sprake gekomen van de vroegere inwoner Truus Geuskens. Die had altijd graag een judeboelbaan hier gehad. En daardoor hebben wij dat op een gegeven moment doorgezet om die baan hier te krijgen. En dat is de start geweest van de hele tuin. Het is in feite dus ook dus door burgerinitiatief en doorheen wonen is de judeboelbaan tot stand gekomen. En na de hand hebben we dus zelf in feite dus, dat moeten we dan ook hier gezamenlijk de planten bekostigen voor een beetje de aanplant, mest, grondverbeteringen en zo. Dan hoop ik tenminste ook dat we daar zo verder mee kunnen gaan. En de meeste mensen denk ik, die vinden het ook wel schitterend om dat te zien, ook omwonenden. En dan nog een oproepje, we hebben hier een judeboelbaan, daar hadden we graag ook nog wat leden bij. En dus voor hier te komen gooien, ook van buitenaf. Dus het maakt niet uit of je in Lauwerdorp woont of in Landgraaf woont. Iedereen is welkom hier voor een leuk balletje te gooien. Met een mooi terras dat hier achter me staat. Het onderhoud van de tuin, ik zie een heleboel bollen en zoiets allemaal. Dat bekostigen jullie allemaal zelf? Dat wordt bekostigd in feite door degene die hier, dus de bewoners. Hè, dus je doet een bijdrage, dat is vrijwillig, dat is niet verplicht. En dan moeten we het dan mee doen, in feite. Hier is ook nog wel een huiskamer, maar die is gescheiden vanaf de tuin. Dat is dus eigenlijk niet de bedoeling dat de huiskamer hier aan meebetaalt of zoiets dergelijks. Voor dat te doen. Dus dat is puur een tuin voor de bewoners. Maar als mensen het idee hebben om bij te dragen, dan zijn ze van harte welkom. Dat zeker, altijd. Want het kost genoeg geld, want het zijn toch wel bepaalde kosten die dan toch wel eens de pan uit kunnen reizen. En aangezien ik het zelf dan ook leuk vind dat het goed uitziet, dan wordt er ook wel eens dingen uitgegeven dat je zegt, ik vind dat mooi of dat mooi, dan zetten we dat dan weer. Oké, dames en heren, beste kijkers, we willen graag ons wat laten zien van deze mooie tuin. En alle complimenten naar meneer Snijders toe. En de mensen die daar aan bijgedragen hebben en meegeholpen hebben. En nou is het de kunst om het bij te houden. Dankjewel.